in samenspraak met Toon en zijn entourage hebben beslist dat we een einde maken ook aan de overeenkomst met Toon. En dat heeft vooral te maken met het feit dat Toon uiteraard geen zicht heeft, dat wij ook geen zicht hebben, dat we allemaal gehoopt hadden dat wij hem aan de start zouden krijgen van dit seizoen en dat we vooral ook hem daarin hebben ondersteund tot van de eerste dag dat we dat signaal hebben gekregen tot op de dag van vandaag. Zowel met materiaal, zowel met trainingen die hij heeft kunnen blijven doen individueel, in laatste instantie zelfs op onze stage in Aarschot 2 weken geleden waar hij bij betrokken was, omdat we toen ook nog altijd wel hoopten er gaat ergens een signaal komen, wat het dan ook ging zijn. Maar tot op de dag van vandaag is er dat helaas niet en hebben we inderdaad dan ook samen besloten nu bij de start van het seizoen. Dat is toch wel een punt waar we allemaal, zowel de pers, het publiek, de ploeg, iedereen naar uitkeek, een punt gemaakt samen en gezegd van oké, dan denk ik dat het beter is dat we er nu een einde aan maken. En dat heeft ook te maken met het feit dat hij in de stage ook samen met zijn broer hebben we rond de tafel gezeten en aangegeven heeft dat hij op weg is om zich te gaan aansluiten binnen een andere ploeg. Wat en hoe en wanneer, ik denk dat hij daar zelf ook in kan communiceren als het zover is. Er is zeker ook nog onduidelijkheid, uiteraard. Ik denk dat vooral Toon zich nu moet kunnen concentreren op het proces dat aan de gang is in zijn verdediging. En hopen dat er snel antwoorden zullen gaan komen. En daar